Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Net als de afgelopen dagen hebben we ook vandaag weer te maken met veel bewolking boven ons land. Maar echt dik is die bewolking niet, betekent dat het op de meeste plaatsen droog is. Misschien heel sporadisch eventjes een glimp van de zon. Maar in het algemeen blijft het vanochtend gewoon bewolkt, met temperaturen net iets boven het vriespunt. Vanmiddag wordt het 1 tot 4 graden. Op de wadden is het waarschijnlijk wat zachter. Daar staat ook een stevige wind, hoewel die wel in de loop van de dag wat gaat afnemen. Het blijft bewolkt, het blijft meest droog en eh, dat is ook vanavond het geval. Misschien sporadisch een opklaring, maar veel moeten we ons daar niet bij voorstellen. Temperaturen gaan dalen tot rond het vriespunt in het oosten. Vriest het licht. Morgen een vergelijkbare dag, nog steeds veel bewolking. Heel misschien wat opklaring hier of daar. Het blijft droog, het wordt 1 tot 3 graden. In het zuidoosten misschien 4 graden. En er staat een matige oostelijke wind. Die neemt in de loop van de dag af. Draait vrijdag naar het westen. En dan neemt de bewolking verder toe. En van het westen uit gaat het regenen. Die neerslag trekt in de avond naar het oosten. Mogelijk nog even met een winterskarakter langs de oostgrens. Zaterdag weer droog, zondag weer wat regen. En de temperaturen gaan omhoog. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl